ziekte van Pfeiffer wordt veroorzaakt door een virus dat in het speeksel zit. Het is een virus dat iedereen een keer krijgt, meestal zonder verschijnselen. Vooral bij jongeren kan het virus wel klachten geven. Het begint vaak met keelpijn, koorts en pijnlijke opgezette klieren in de hals. Ook op andere plekken van je lichaam kunnen de klieren vergroot zijn. De keelpijn duurt vaak langer dan een week. Op het gehemelte kunnen kleine bloeduitstortingjes zichtbaar zijn. Op de keelamandelen zit vaak een wit, vlekkerig of grijs slijmerig laagje. Soms is de lever gevoelig en tijdelijk vergroot. Je huid en oogwit kunnen soms een paar dagen geel zijn. Je kunt ook hoofdpijn hebben, misselijk zijn, transpireren en hoesten. Pfeiffer gaat vanzelf over, meestal binnen een paar weken. Bij een klein aantal mensen kan de ziekte van Pfeiffer langer duren, waarbij vooral moeheid opvalt. Wanneer je je ziek voelt en je hebt koorts en pijn, dan mag je in bed blijven, maar het hoeft niet per se. Voel je je niet zo ziek, dan kan je gewoon doorgaan met je dagelijkse activiteiten, zoals school, werk en sport. Extra rusten of veel slapen helpt niet. Je kunt gewoon eten waar je zin in hebt. Medicijnen tegen Pfeiffer zijn er niet. Tegen keelpijn kan je eventueel paracetamol nemen. Je hoeft geen speciale dingen te doen of te laten om besmetting van anderen te voorkomen. Dus apart bestek, kopjes, handdoeken en vermijden van zoenen zijn niet nodig. Bijna iedereen krijgt het virus toch een keer. Gek genoeg merken de meeste mensen met Pfeiffer niet eens dat ze het hebben.